Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, First Lady Ingrid Boutersen-Waldering bezoekt het district Nikeri in verband met 60 jaar MMC. Een gesprek met DNA-lid Jennifer Vreedzaam over de wet op bescherming zwangerschapsverlof. Emmy Hart gaat in op het gedrag van de jongeren. Het MMC organiseerde in verband met haar 60-jarig bestaan een beurs. En het Nationaal Informatie Instituut heeft voor de eerste keer in 2019 een ontmoeting met de voorlichters van de verschillende ministeries. Het Nationaal Informatie Instituut, NII, heeft voor de eerste keer dit jaar een ontmoeting gehad met de voorlichters van de verschillende ministeries. Het is gebruikt dat de ministeries de informatie via het NII bekendmaken. Maandelijks wordt er een brainstormsessie gehouden waarbij de samenwerking wordt geëvalueerd. Dat was ook het geval op woensdag 16 januari 2019. De bedoeling van dit overleg is dat ook in dit jaar de samenleving op een correcte, transparante wijze geïnformeerd wordt over de activiteiten van de overheid. De voorlichters zijn tijdens deze sessie onder meer toegesproken door de directeur van het instituut, Clifton Limburg. Sylvana Groeneveld, Winay Koenkoen en Mario Dors maakten deel uit van de reportageploeg die was afgereisd naar het district Nikeri. Dit in verband met 60 jaar MMC en de opening van hun kinderopvang. In 1956 werd de eerste steen gelegd en drie jaar later, op 15 januari 1959, vond de opening plaats van het Moongra Medisch Centrum in het district Nikeri. 60 jaar dus voor het ziekenhuis en deze dag is niet onopvallend voorbij gegaan. Het ziekenhuis is van enorm belang voor de gemeenschap in het district en de medische zorg hier is uitstekend. De patiënten hoeven nauwelijks meer naar de stad af te reizen hiervoor. Het is me waar genoegen om weer hier te zijn. Dit is intussen mijn derde keer dat ik een bezoek breng aan het MMC. En ik heb het steeds gedaan met groot genoegen. De laatste keer heeft meneer Elias echt achter me aangezeten. Je moet dinsdag komen naar Nikeri. Ik zeg oké, ik doe het wel voor jullie. Omdat als het om kinderen gaat, het is een kinderopvang, weet u dat ik het altijd ga doen. Omdat bij mij kinderen hoog in mijn vaandel staan. Ik geloof erin. Als wij onze basis aanpakken, dan komt het ook goed met Suriname. Eigenlijk komt het goed met de wereld. Vandaag, 15 januari, herdenkt MMC het 60-jarig jubileum. En natuurlijk, er wordt een kinderopvang geopend. En ik heb langzaam de laatste jaren, zoveel kan ik niet vertellen over het MMC. Ik wist wel, er was een ziekenhuis hier. Maar ik moet je wel zeggen, de laatste jaren, het contact met meneer Elias, heb ik echt inderdaad de veranderingen gezien. Ik wil meneer Elias feliciteren en natuurlijk de andere mensen die de grondleggers waren, alstublieft. Want zonder jullie zou dit ook niet mogelijk zijn. Meneer Elias, gefeliciteerd en gaat u zo door. Doe uw best van die carry. En dan komt het ook goed. Ik heb begrepen, jullie hebben intussen de derde prijs al gewonnen voor net de schoonste ziekenhuis in de regio. Gaat u zo door. Men zegt dat die zoveel heeft gedaan en zo'n directeur heeft zoveel gedaan, waaronder ik. Maar er zijn ook directeuren geweest die onder heel moeilijke omstandigheden MMC
zoals die nu is, van de grond hebben gekregen. Een aantal zijn al wijlen. Ik weet, ik was toen op de tennisbaan ballenjongen van dokter Treunit. En als ik me niet vergis, maar houdt u me dat ten goede, was dat de grondlegger, de eerste directeur van het ziekenhuis. Maar een directeur kan niks doen zonder hun personeel. U kent mijn slogan, van de specialist tot de schoenmaakster en de tuinman doen hun bijdrage om dit wat MMC nu bereikt heeft te bereiken. Dus de grani gaat naar een ieder die werkzaam is bij het MMC. En natuurlijk zegt men, in plaats van dagelijks 5 ambulances naar Paramaribo, dacht ik dat we nu nauwelijks 3 of 4 ambulances per week naar Paramaribo gaan. Een goed teken. Maar ook een boodschap naar MMC. Wij moeten gaan werken met alle dank aan de Cubaanse, de Nederlandse en de Venezolaanse specialisten die in goed harmonie hier samenwerken en welk voorbeeld wij gaan opvolgen zowel in Wanica ziekenhuis als in Marwina ziekenhuis als mede in Atjoni ziekenhuis. Die formule is een goede formule, maar u begrijpt, het is een fragiele formule. De eigen Nigeriaan moet medicus worden en gespecialiseerd gaan, een specialisatie gaan volgen in Nederland. Vanuit de statutaire verantwoordelijkheid die wij hebben als SZF, als staatsziekenfonds, moeten wij middels wat wij doen, dat is namelijk middels verzekeringen, moeten wij de gezondheidszorg garanderen. Dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we partners nodig. En in Nikeri bent u de partner. In Nikeri bent u, geeft u de richting aan wat er moet gebeuren hier, hoe wij moeten volgen. En we proberen namelijk ook samen met u die gezondheidszorg te accommoderen, die gezondheidszorg te garanderen voor die samenleving. Omdat naast die statutaire verantwoordelijkheid die wij hebben als SZF, wat ook een opdracht is geweest van de president, om daadwerkelijk wat staat in mijn statuten, om daadwerkelijk te realiseren. En die opdracht is gekomen nogmaals om zo maximaal mogelijk deze gezondheidszorg te brengen naar die samenleving toe. En dat proberen wij te doen met MMC. U staat hier bij uw 60-jarig jubileum. En normaliter als mens, wanneer je denkt van luister, je gaat naar wanneer je 60 jaar hebt bereikt, dan denk je dat je namelijk naar die hobbelstoel gaat. Dan kijk je achter je als je die hobbelstoel hebt, omdat je dan wil gaan rusten. Omdat je met pensioen wil gaan. Ik denk niet dat dat geldt voor het MMC. Ik denk dat wat MMC vandaag de dag heeft bereikt, het in principe een nieuwe geboorte is voor Suriname, voor MMC hier, althans in Nikeri. Omdat, met wat ik heb gezien in het programma, de opening straks van een opvang is weer een nieuwe dimensie toegevoegd aan de diensten die u verleent als MMC. Het is voor mij een groot genoegen als waarnemend algemeen directeur van het MMC u allen van harte welkom te heten op deze zeer bijzondere dag, het 60-jarig bestaan van dit ziekenhuis. In verband hiermee zijn wij sinds 10 januari 2019 gestart met activiteiten zoals gezondheidsbeurs, braderies, sportactiviteiten, boottocht voor de gepensioneerden van het MMC. Maar natuurlijk zijn de voorbereidingen weken van tevoren reeds gestart. Al deze activiteiten zijn tot nu toe succesvol verlopen en vandaag is onze hoogtepunt een mijlpaal, vooral met de komst van de First Lady, mevrouw Ingrid Waldering-Boutersen. Ik zal een kort terugblik doen naar de afgelopen 60 jaren. Er zijn ups en downs geweest. Vaststaat dat in de afgelopen 60 jaar het ziekenhuis zich heeft ontwikkeld tot een volwaardige basisziekenhuis. Hierdoor is het
MMC in staat om basisziekenhuiszorg te garanderen in het westen van het land. We zijn hier vandaag om het heugelijk feit dat we samen het 60-jarig bestaan van het Dr. Anders L. Moongra Medisch Centrum, kort gezegd het MMC, te vieren. In de afgelopen jaren heeft het MMC zich beijverd om op meer professionele wijze haar diensten in de gezondheidszorg aan te bieden aan de Nigeriaanse samenleving. Dit is ook te merken aan tal van uitbreidingen tijdens dit medisch centrum, dat we zelfs ook richting Wayambo, Kabalebo, Taburipa zijn gegaan. Het is een hele verademing voor de Nigerianen om in het district toegang te hebben tot specialistische behandeling. En ze hoeven dus niet meer af te reizen naar Paramaribo, dat voor heel wat kosten en zorgen met zich meebracht voor de patiënt. Dus we moeten ons gelukkig prijzen, zoals de directeur van SZF heeft aangegeven. We hebben hier 12 van de 23 specialismen. Het is dus ook te merken dat het MMC een dynamische organisatie is. Het is steeds bezig haar diensten te optimaliseren naar de gemeenschap toe. Als ook het brengen van andere diensten in de gezondheidszorg naar Nikeri. Ik denk in deze het Nierdialysecentrum, Rode Kruis recentelijk en een afdeling van COFA. Dus alle gerelateerde diensten in de gezondheidszorg probeert het Medisch Moongra Centrum naar hier te brengen. Ik wens het MMC veel succes in al haar efforts naar de gemeenschap toe voor een gezonde Nikeri. En dus rest mij nog de directie, staf en personeel en ook de artsen, de specialisten, de verpleegkundigen, hen allen te feliciteren met het vieren van 60 jaar. Ik wil benadrukken, ga u zo door om ons Nigerianen van dienst te zijn. Dank u. Ik vergat ook even een opmerking. Het is niet alleen dat we de gezondheidszorg hier aan de gemeenschap willen geven, maar met de opening straks van het opvang, wil eigenlijk het, daarin zie ik dat het MMC ook heel bereid is om een goede, gezonde werkklimaat met haar personeel te hebben. Het gaat niet goed. Op 15 januari 2019, de verjaardag dus van het MMC, vond ook de opening plaats van hun kinderopvang, de Ilse Geffery Kinderopvang. Voor het volgende item gaan wij wederom naar Sylvana Groeneveld. De laatste tijd is er veel gesproken over de conceptwet op bescherming moederschapsverlof, waarin ook de regels van het vaderschapsverlof zijn opgenomen. Mevrouw Jennifer Vreedzaam, die voorzitter is van de commissie van rapporteurs, zal ons wat meer vertellen over deze wet. Mevrouw Vreedzaam,
Kunt u ons precies vertellen wat de wet op bescherming moederschapsverlof precies inhoudt? De regering heeft het nodig gevonden om regels met betrekking tot bescherming moederschap in de arbeid, dus werkende moeders, om die regels vast te stellen in een conceptwet. En daarmee zijn we nu bezig in behandeling. Oké, en de wet is in behandeling en dat is dus de wet op bescherming moederschapsverlof. Ik gaf eerder aan dat ook de regels met betrekking tot het vaderschapsverlof in zijn opgenomen. Wat is dat? Welke regels zijn er met betrekking tot het vaderschapsverlof? Nou, deze wet regelt de moederschapsverlof in de arbeid, dus in de werkende moeders, zowel in de private sector als de publieke sector. De regering heeft het nodig geacht om deze regels vast te stellen vanwege het feit dat er nog in de samenleving er werkgevers zijn die de regels met betrekking tot moederschap, zoals ook opgenomen in de grondwet, die waarborging daarvan in de grondwet, dat die niet worden nageleefd. Dus de 6 weken voor zwangerschap en 6 weken bevallingsverlof en de doorbetaling van de zwangere vrouw in de arbeid. Dus de regering vond het nodig, maar ook ter regulering van de arbeidswetgeving, maar ook om onze wetgeving in lijn te brengen met de ILO-verdragen. Vandaar dat de regering het nodig heeft geacht om dit wetsproduct naar DNA te sturen voor behandeling. En daarin is dus ook, daarin zijn dus ook de regels van het vaderschapsverlof in opgenomen. Ja. Wat zijn dan de regels voor het vaderschapsverlof? Ja, nou, de moederschaps, wanneer vrouwen in zwangerschap zijn, is de periode na de bevalling 3-4 maanden een hele cruciale periode. En daarin denk ik dat wij voor de samenleving tenminste heel belangrijk is dat de vaders ook betrokken worden in dat proces van zwangerschap na de bevalling. We weten dat er hulp nodig is bij de moeders na de bevalling, kraamzorg, administratieve zaken afhandelen voor bij CBB en alle andere zaken die nodig zijn voor de moeder, de hulp die de moeder nodig heeft na de bevalling. Hoe lang zijn wij in Suriname al bezig met de voorbereiding op deze wet? Nou, je kan zeggen bijkans 30 tot 40 jaar is men al bezig met de wet. Omdat de werkgevers, u weet, in tripartiet overleg moeten zulke wetgevings, arbeidswetgevingsproducten moeten in tripartiet overleg behandeld worden. Er moet overeenstemming zijn tussen de partijen, waardoor het dan inderdaad zo lang heeft gestuurd, omdat men niet overeen kon komen met betrekking tot de financieringssystematiek van deze wet. Hoe de salarissen en doorbetaald zullen worden, vooral bij kleine en middenondernemingen. Maar wij hebben nu ook in die wet de financieringsmodel opgenomen. En dat gaan wij verder in plenair ook behandelen om dat goed in orde te, vast te stellen. Okay, het is een conceptwet op dit moment. Ja. Hoe is de voorbereiding in DNA? Nou, wij zijn nu in openbare commissieverband, hebben wij de wet behandeld en wij gaan nu naar plenair. En de bedoeling is dat wij dan binnen 3 weken, denk ik dat we al ready zijn om voor stemming van de wet te gaan. Nou, de wet is heel belangrijk. 1, het is een sociale wet. Wat wij ook vragen is dat wij solidair zijn met deze wet. Dat wil zeggen dat zowel de werkgever, de werknemer als de overheid, dat die gaat bijdragen in het fonds dat ook is opgezet in deze wet voor de doorbetaling, vooral zoals ik dat zeg, voor kleine en midden ondernemingen. Maar heel belangrijk is ook is voor die samenleving, onze beroepsbevolking, waarbij wij ook een stukje verantwoordelijkheid dragen voor gelijkheid op de werkvloer. De natuurlijke proces van zwangerschap, van bevalling, is ook denk ik niet alleen een verantwoordelijkheid voor de personen, voor de vrouw alleen, maar ook voor de partner, maar ook voor de werkgever, voor onze hele samenleving. Vandaar dat ik vraag solidariteit, om solidair te zijn hiermee. Omdat wij straks geen
beroepsbevolking moeten hebben waar dat ziek is of dat niet kan meegaan in het arbeidsproces. Dat wij geen beroepsbevolking hebben waarbij de arbeidsproductiviteit heel laag is. En dat gevolg daarvan zal zijn dat wij arbeiders moeten gaan importeren. Dus vandaar dat wij ook een stukje ordening willen brengen in die samenleving. Een stukje rechtvaardiging ook voor onze samenleving. Maar bovenal dat wij als samenleving ook solidair zijn met elkaar. En dat wij rekening mee houden dat ook de vrouw onderdeel is van het arbeidsproces. En dat zij ook kan bijdragen aan, aan arbeidsproductiviteit. En ook natuurlijk een opbouw van ons land. Dus wij moeten gaan naar die solidariteit. Wij moeten solidair zijn. En ik benadruk dat. Zodat wij naar een geordende samenleving en een rechtvaardige samenleving kunnen gaan. En daarin meegenomen vaders. Omdat vaders onderdeel zijn van het opvoedingsproces binnen het gezin. En dat wij en dat ook dan het gevolg is dan een geordende samenleving en een gezonde bevolking. Dus dat zijn de zaken die sowieso onderdeel zijn van het, de wet. Maar natuurlijk, vaders behoren daarbij als in het gezin. En wij zeggen van vaders dienen daarbij ook in het proces. De periode dat is opgenomen in de wet is de 4 maanden na de bevalling dat de vader in aanmerking kan komen voor vaderschapsverlof. En dat is ongeveer 8 dagen. Acht dagen betaald verlof voor de vaders in die 4, in de cruciale periode van de bevalling, na de bevalling. En dat is die 4 maanden, omdat we weten dat 1. De moeders hulp nodig hebben. 2, dat de consultaties meestal gaan in die periode, gaan de baby's voor prikjes. Moeders moeten gaan voor controle. Er is een consultatiebureau. Dus al deze zaken dat hulp nodig is voor de moeder. En dat de vader daarin een bijdrage kan leveren. Dus deze wet is geregeld voor de vaders, de periode na de bevalling, dus de 4 maanden, cruciale periode voor de vrouw. En geldt het alleen voor getrouwde mannen? Hoe is dat proces precies? Nou, de wet is specifiek. Het is voor de werkende vrouw. En in de wet is ook opgenomen dat vaders hun partners zullen moeten registreren bij de werkgevers. Er is een registratieperiode opgenomen in de wet waarbij vaders hun partners moeten registreren. En waardoor de werkgever ook weet dat zo'n een mannelijke werkgever een partner heeft. En als die dan zwanger is of die zwanger raakt, dan die in aanmerking zal komen voor de verlofdagen of de vaderschapsverlof. Dus dat zijn eigenlijk de regels ongeveer. Moeten de moeders ook hun partners registreren? Want het kan dat ik persoon A zet, maar persoon A zet niet mijn naam, maar zet iemand anders naam. Hoe zal dat, die controle plaatsvinden? Nee, dus de registratie is duidelijk. Het is de vader en de partner die zijn een vrouwelijke partner moet registreren. De vrouw, nee, niet omgekeerd. De vrouw die komt sowieso in aanmerking voor de zwangerschapsverlof. Dat is al geregeld ook, zowel de publieke als in de private sector. Daarover gaat de wet. Dus de wet is niet alleen geregeld voor de private sector. Ook voor de publieke sector zal de vaderschapsverlof gelden. Dus de registratie moet bij de werkgever plaatsvinden van de partner. Als de partner een vrouwelijke partner heeft. En er is ook een periode daaraan verbonden. Wij hebben geplaatst in de wet een periode van 6 maanden. Dus dat is redelijk, denk ik. Maar er zijn ook andere instrumenten die gebruikt kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld een huwelijksverklaring, een notariële akte. Want u weet dat sommige samenwonen of partnerschappen die ook bij notarieel kunnen worden vastgelegd. Dus dat zijn allemaal instrumenten die de vaders kunnen gebruiken om hun partners te registreren bij de werkgever. Dankjewel, mevrouw Vreedza.
Wij maken ons zorgen over de vele gevallen van ontsporing van sommige van onze jongeren. Emmy Hart is samen met haar organisatie reeds enkele jaren bezig om een bijdrage te leveren aan een beter gedrag van deze doelgroep, vooral de drop-outs. Chiquita Sabayo sprak hierover met haar. De laatste tijden is de samenleving geconfronteerd met het gedrag van de jonge burgers dat niet correct is. Wat is de oorzaak daarvan? Nou, het is, je kan niet gaan vragen wat de oorzaak is. Het zijn factoren van oorzaken. Omdat je kan zeggen, de jongeren tegenwoordig willen geld hebben. Dus het kan een geldprobleem zijn. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen dat we te doen hebben met te veel eenoudergezinnen. Dat speelt ook een rol. We hebben de jongeren van tegenwoordig, die willen ook niet echt werken. Die willen meer fun hebben. Dus je kan, aan, van alle kanten kan je het bekijken dat we nu dit probleem, met dit probleem geconfronteerd zijn in Suriname. En hoe denkt u dat dit allemaal aangepakt kan worden? Nou, wij van Stichting Rumas hebben dus een heel project, een proces die alle jongens moeten doorlopen. Ik vind dat als men dit zou aanpakken of aanpassen, dat Suriname verbeterd zou kunnen worden. We hebben een intake moment waar we jongeren laten binnenkomen, intake moment. We gaan eigenlijk eerst in de promotie om te roepen wie wil komen. En daarna hebben we een voortraject. En het voortraject is een sporttraject waar we gaan sporten, mensen selecteren. En als we dat hebben gedaan, dan hebben we nog een voorlichtingsdag. En daarna brengen we de jongens naar het bos. En als we daar in het bos zitten, dan kan je jezelf herkennen. Je kan kijken naar jezelf en dan wordt er getraind. Want dan heb je geen telefoon en geen geld. Je hebt niks nodig. Je hebt gewoon jezelf nodig. En dan kan je de ruimte krijgen om jezelf te herontdekken. En om jezelf te zijn. En als we dat hebben gedaan, dan weten wij van Stichting Rumas dat als Suriname dat zou kunnen doen, dat vele jongeren al tot het besef komen van, hé, dat wat ik doe klopt niet. En we kunnen een andere weg. Ja, er is meer te doen. Je kan meer naar jezelf kijken. En dan kan je je ogen naar binnen draaien. Maar wat gebeurt er als ze terugkomen, gaan ze weer in die oude systeem. Waardoor wij nu hebben gezegd, nee, we stoppen niet daar. Na Bosbivak begint eigenlijk het traject van Stichting Rumas. Dan gaan we naar die motivatie. We doen motivatiesessies, we doen basic life skills, we geven sociale vaardigheden. Dat wil zeggen, je moet die jongens weer gaan vullen, want op Bosbivak heb je ze leeggehaald. Dus dan moet je gaan vullen, we roepen deskundigen. En we trainen heel lang op ze. En wanneer we denken dat ze voldoende hebben gekregen, dan komt er een jobplacer. We hebben een jobplacer bij Rumas. Die zoekt werk. Het is het werk van die jobplacer. Hij moet werk voor jongens zoeken. En we hebben het gezinsbegeleidingshuis, die gaat dan door. We hebben een unit dat die blijft begeleiden. We hebben mentoren. Die mentoren moeten gaan kijken, één op één, waarmee zit je? En voor de rest zetten we die dan in een baan. Of we gaan naar scholen, we kijken uit naar een gepaste school, een gepaste baan. En dan blijven we je, we blijven de zaak monitoren, we blijven je begeleiden. En als we dat hebben gedaan, als iedereen dat zou doen, denk ik. Intussen trainen we de ouders. We hebben ouderondersteunende trainingen. Ik denk dat als men zo zou aanpakken, om hier close met zo'n jongeren te zijn, dan denk ik dat we dat Suriname er beter van zou worden. We zijn nu in een nieuw jaar, 2019. Heeft u al plannen uitgestippeld wat u van plan bent? Dus met de jongeren, wat u verder gaat doen in, binnen Rumas? Nou, Rumas heeft altijd plannen. We stoppen niet dat we een lijn trekken dat stopt en dan beginnen we weer. We hebben een heleboel plannen. We zijn nu hard bezig met een huiswerkbegeleidingshuis. Omdat wanneer je werkt, merk je direct op waar er hiaten zijn. En wij hebben gezien, we doen al huiswerkbegeleiding. Maar nu willen we het groter aanpakken. Dus we hebben aan de overkant van Stichting Rumas hebben we een huis gevonden. We zijn het aan het renoveren met donatiegelden. Iedereen die nog iets wil zetten, mag doneren. Maar wij zijn van plan om een recreatiecentrum van te maken. Los van huiswerkbegeleiding, recreatie, kerk.
We willen gaan schilderen, we willen van alles gaan doen, zodat we de jongeren in de buurt een plek kunnen geven om zichzelf te ontmoeten. We zeggen dat er te weinig buurttehuizen zijn in Suriname. Wel, RUMAS gaat nu in februari, we hopen midden februari, dit centrum op te openen voor Suriname. We willen 26 augustus is het 10 jaar RUMAS. RUMAS werkt met geld van God. Misschien weet u het niet, maar waar ik hier zit heb ik geen geld. Maar God stuurt altijd geld voor RUMAS, omdat we eerlijk en oprecht bezig zijn. Mensen mogen de boeken checken als ze willen. Maar we willen 26 augustus, 10 jaar RUMAS, willen we een hele week activiteiten voor RUMAS plannen, voor Suriname plannen. We zijn bezig capaciteitsversterking. We zijn bezig met zeker 2 projecten met jongetjes. We zijn bezig met het gezinsbegeleidingshuis. Daar willen we ook versterken. En de jobplacement van ons willen we ook gaan versterken. Wat we nodig hebben zijn leerkrachten die zeggen, oké, ik kom joinen die club. Vrijwillig, misschien tegen een kleine vergoeding. Misschien willen mensen 's middags komen, hun schouder komen zetten onder het werk van Suriname. En jongeren helpen. Het is gewoon een zegen. Ik ben een referent. Ik ben van de kerk. Ik ben een geestelijke leider. En ik voel me heel gelukkig dat ik iets voor Suriname kan doen. En het gaat niet om geld. Het gaat om je zielerus en ik voel me happy. Dus als mensen willen komen joinen en ze zeggen, boy, mijn anotief doen dat ofzo. Kom, go je pa vrouw. Daar staan we open dat mensen komen om dit centrum, het huiswerkbegeleidingscentrum, komen helpen joinen, dat we iets moois maken voor deze buurt. Want wij weten zeker dat we niet alleen hier gaan blijven. We gaan uittrekken, we trekken al uit hoor. Maar we gaan nog meer uittrekken in Suriname. En ik ben ook bezig, ik ben in het jaar, dat is het adviesraad van jeugdparlement. Daar wil ik ook mijn krachten geven. En ik ben is het integraal kinderbeschermingsbeleid. Daar wil ik ook mijn krachten geven, zodat we breder in 2019 nog meer voor de jeugd kunnen doen. De jeugd heeft gewoon volwassenen nodig. Ik vind dat volwassenen te veel aan de kant zitten. Ik vind dat we moeten opstaan om in onze verantwoordelijkheid nemen nog meer voor de jeugd van Suriname te doen. Dan gaat het beter gaan in Suriname. De jeugd heeft ons nodig. Het streekziekenhuis Nikeri, thans het Mungra Medisch Centrum, viert op 15 januari haar 60-jarig bestaan. In verband met deze viering worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Een van deze activiteiten is de beurs van zaterdag 12 januari. Wij voeren u naar dat moment. Donderdag 10 januari begonnen met beursactiviteiten, beurs/braderie, vanaf 8 uur tot 2 uur. Dus donderdag hebben we gehad, vrijdag en vandaag ook tot 2 uur. En ik zou zeggen dat het een succes geworden. Ja. Waarom zegt u dat? We hebben zeker duizenden bezoekers hier gehad en geweldige veel mensen hier gehad. Dus vandaar dat ik kan zeggen dat het een succes is geworden. Is het de eerste keer dat zo'n beurs wordt georganiseerd? We hebben het vaker gedaan, maar dit is voor het eerst dat we het zo groot hebben gedaan. En willen jullie dit gaan continueren? Natuurlijk is het altijd goed dat wij de informatie geven aan de gemeenschap. Dus eigenlijk, herhaling is vatbaar, ja. Ja. Welke andere activiteiten worden er nog meer gehouden? Vanmiddag dus, hebben we sportactiviteiten op het Willemsplein. We hebben daar voetbalwedstrijden, volleybal en slagbalwedstrijden. En we hebben dus maandag een lezing over nierdialyse. De gemeenschap is ook uitgenodigd dus om deel te nemen. Gaat dit feestelijk gevierd worden of is het alleen maar beurzen en lezingen? 15 januari is dus het ziekenhuisjarig en dan hebben we het officieel gedeelte. Dan wordt het wel gefeest, ja.
medium care zien als een kleine afdeling van de intensief care. We doen het onder voor AZP omdat we alles hebben wat zij hier hebben. We kunnen alles doen, we doen wel geen grote hartoperaties en geen operaties, hartoperaties. Maar voor de rest hebben we alle apparatuur die zij hebben ook hier. Dus dat is het verschil. Hoe belangrijk is deze beurs voor de gemeenschap van Ikeri? Ik vind deze beurs heel belangrijk voor de gemeenschap. Alleen dat de mensen geïnformeerd zijn welke verpleegafdelingen er zijn, wat er gedaan wordt op de afdelingen, hoe wij te werk gaan. En dat is niet alles, maar de zorg naar de mens toe. Alleen dat men, want men heeft vaker een verkeerd beeld van de verpleegster is bijvoorbeeld niet lief geweest. Alleen dat men kan zien en uitleg krijgt over wat er gedaan wordt op de afdelingen en hoe wij de zieke mens dan de zorg bieden. Dus dat is eigenlijk belangrijk. Gewoon de zorg bieden aan de zieke mensen. Omdat men heel veel negativiteit hoort van anderen buiten, maar het is niet zo. Als je het zelf meemaakt als patiënt, praat je er anders over. Hoe vaak zouden ze zo een beurs moeten organiseren in Ikeri? En als u mij vraagt, 2 keer in een jaar vind ik wel beter. Dan zou men genoeg geïnformeerd zijn? Ja, maar ook los daarvan, niet de beurs alleen, maar ook vaker een spotjes op de tv, een af en toe toch een kleine beurs of informatiedagen, weet je, over van alles, dat men toch up-to-date op de hoogte is van wat er gebeurt. Wat vindt u ervan dat deze beurs wordt georganiseerd? Allereerst is het heel leerrijk voor de hele gemeenschap, de jongeren zijn geweest, de scholen. Jammer dat bepaalde scholen niet zijn geweest. Dat is heel leerrijk. De kinderen kunnen hieruit leren en ook het belang ervan, zodat ze ook kunnen beslissen later van wat voor beroep willen ze kiezen. Dat is een van de belangrijke dingen. Hoe vaak zou men dit moeten doen in Ikeri? Jaarlijks. Het zou jaarlijks moeten zijn. Wat vind je ervan dat ze deze informatie geven aan kinderen en volwassenen? Leuk, interessant. Wat wil je aan andere mensen zeggen die nog niet zijn komen kijken? Een keer moet iedereen komen kijken hoe het is en blij zijn dat je gezond bent. U heeft gekeken naar Focus. Dit programma wordt van maandag tot en met vrijdag uitgezonden, steeds om 9 uur 's avonds met de herhaling om middernacht, 3 uur, 8 uur en 11 uur via GovTV, kanaal 8.3. Bedankt voor uw aandacht. Graag tot morgen.